De binnenstad van Paramaribo had vandaag veel meer weg van een spookstad. Winkels, ondernemingen en de centrale markt sloten hun deuren, terwijl ook straatventers in geen velden of wegen te bekennen waren. Veel scholen besloten ook hun klassendeuren dicht te houden, terwijl enkele scholen wel hun leerlingen en studenten op school hielden tot 9 uur. Dit beeld was het resultaat van de aangekondigde Alles Plat actie van vandaag. Het rustige beeld in de binnenstad vandaag staat in schril contrast met de gebeurtenissen van 17 februari. Toen zijn vreedzame acties uitgemond in plunderingen, vernielingen en rellen. Reeds gisteren besloten eigenaren in de binnenstad hun winkels en ondernemingen af te schermen met triplex en hardboard. We belden met Conrad Issa, directeur van Lucky Store, die wel de deuren van zijn onderneming open heeft gehouden. Issa toont zich tevreden met de rustige gang van zaken. Ik moet eerlijk zeggen, ik complimenten aan iedereen die vandaag, hun ontevredenheid hebben laten zien op deze manier. We hebben weer een herkenbare actie gezien waarbij geen sprake is geweest van geweld of overmatig geweld. Dus dat is, laten we het op zijn Surinaam zeggen, dat is heel mooi. Ook Issa zegt de nodige voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen in aanloop naar de acties. Er zijn veel kosten gaan zitten in het treffen van deze voorbereidingen. De ondernemers zeggen het jammer te vinden dat het schrik-effect bij de ondernemers ertoe leidde dat zij hun zaken uit voorzorg hebben gesloten. Dus, ik kan het alleen maar zo zeggen dat we zijn gewoon alert. En we moeten gewoon rekening houden met de situatie zoals het nu is. Mensen zijn dik ontevreden. En je moet er gewoon voor zorgen dat het bedrijfsleven niet de dupe ervan weer wordt, zoals we dat eerder hebben gezien op 17 februari. Dus. En het vergt verschrikkelijk veel in voorbereiding, hoge kosten. Vele bedrijven hebben extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen voor de dag, maar ook permanent. De mooie rol leuken, waardoor je nog mooi naar kon kijken in de winkel, zijn vrijwel uit beeld in de binnenstad. Alles is nu gewoon, wanneer alles dicht is, is het gewoon potdicht. Ja, klopt. Het is gewoon een ghost town aan het worden, man. Het beveiligen en sluiten van de ondernemingen gebeurde ondanks de oproep van de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost en de Suriname Chinese Business Alliance om normaal hun diensten aan te bieden. Onze redactie ging ook langs bij enkele scholen. Lege schoolerven en klaslokalen zijn het beeld, waarschijnlijk vanwege de oproep van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten, FOLS. Schoolleiders besloten dus geen gehoor te geven aan het ministerie van Onderwijs, die daags na de oproep van de FOLS zelf had opgeroepen om het onderwijsproces normaal voortgang te laten vinden.